Hi, welkom in de plug. Ik ben Peter Moelen en ben 30 jaar geleden begonnen met deze winkel. Een heleboel bekende mensen zijn er inmiddels geweest. Ik heb Joe Walsh van de Eagles, ik heb Joe Bonamassa, David is in het verleden wel eens, geloof ik. Wie? David Hoogstel. Oasis is hier geweest. Ja, een heleboel mensen, dus ja, hier langs. Altijd goede deals, prachtige gitaren, heel veel aan de hand, dus mooie prijzen en alles erop en eraan. De beer is los, de beer is los, kom luister even mee. De beer is los, de beer is los, de beer die telt voor twee. Ja, ja. De beer is los. Zo is dat. Hartelijk welkom bij MB Radio. De beer is los, je hoorde het. En wij hebben er zin in, u ook? Nou, dat komt goed uit. Mijn naam is Michiel. En mijn naam is Ben. En samen zijn wij MB Radio. Radio. Yo, Vaka Pips, dit is Machado Monstro, a.k.a. Sidemost Real van Café Monstro. Voor gezelligheid, voor lekker drinken, goede muziek zijn jullie hier altijd welkom. Hier moeten jullie daarvoor zijn. Café Monstro, eerste Zwelingsstraat nummer 13. Onthoud, place to be. De Amsterdam. Voor de gezelligheid, feesten, partijen, lekkere eten moet je bij de Vera zijn. Als je een feestje wilt organiseren voor een bedrijfsfeest, bijvoorbeeld met zangers, alles is mogelijk. Neem contact met de Vera. Hi, ik ben Jerry Turner X. De Amsterdamse Picasso die met nagellak schildert. Heerlijke geur. En een happening op papier. De nieuwe expositie met nagellak heet Provocation. Voor info om die te bezoeken, monkeyinthevondelpark.nl. Alle dames zijn van harte welkom in onze salon Beauty by Zara. Wij zijn gevestigd in Eerste Oosterparkstraat, nummer 170, Amsterdam-Oost. Wij hebben voordelige prijzen voor onze klanten. Wij zijn gespecialiseerd in haarstyling, visagie, gezichtsbehandelingen, waxen, permanente make-up en wimperextensions. U kunt ons ook volgen op onze Facebook en Instagram, Beauty by Zara. Tot ziens! Dat overdag. Dit is een echte story gebaseerd op een echte gunner. Die zich aan de code hield. Dead before this on a dam. OM wil ons opzetten voor levenslang. Moet sterren blijven 24-7 dan. Killen zoeken on dan wat. Moet ik beven dan. Nee, moet sterren blijven 24-7 dan. Veel green gang nonsense belanden in de krant. We zijn geen kleine stof. Ons maken ze niet van kant. In de bias will you sit you on. De stem van de straat. Iedereen moet aan het woord komen. Laat ze maar gaan. Laat ze maar praten over anderen. Laat ze maar gaan. Ze hebben anders niks te doen. Test, test, test. Welkom bij de stem van de straat. Nou, u ziet het. U ziet iemand naast mij zitten. Dat, wat u niet gewend bent. Normaal zit naast me Joke, onze allesdeskundige. Nou ja, die was sowieso al verhinderd. Ik zal u, daar komen we later even op terug. Want die speelt een... ja, het is geheim. We mogen het niet zeggen. Maar die speelt dus de hoofdrol in de film die genaamd is De Schaduw. Gebaseerd op het groot leugenboek van Judas' zussen Astrid en mediapooier Peter R. de Vries. Daar komen we later even uitvoerig op terug. Maar we hadden dus afgesproken dat onze alombekende en onnavolgbare, geniale, intelligente Janice de Street Pitbull zou dan Joker vervangen. Maar goed, we kregen dus net een bericht dat ze kennelijk weer iets onderweg gebeurd is in de bus met zwart rijden. Of misschien aangerand door die MeToo
wethouder die net afgetreden is verleden week, die MeToo van de PvdA voor meer poepseks, Herema. Die heeft haar waarschijnlijk in de bus met poep begooid. Dus dat, ja, dat horen we later. Ja. Maar goed, niet getreurd, beste mensen, want de Stem van de Straat heeft natuurlijk een ongekend reservoir aan talenten. Want er is niets meer en minder wie valt nu in als derde co-presentatrice. Sammy. Nou, stel jezelf maar even voor. Sammy, en wat is jouw deskundigheid, Sammy? Alles. Alles deskundig? Ja, natuurlijk. Ervaringsdeskundig op alle gebieden. Ja. Multifunctioneel inzetbaar. Oké, kijk, zeg maar een soort superjoker, kan ik dat zeggen? Zoiets. En is er ook nog iets waar je heel speciaal deskundig in bent? Nou, alles. Flip over heb ik gehoord. Ja, flip over. Ja. En door de hoepel springen moet je heel goed in zijn. Dat kan ik ook regelen. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja, maar ja, we worden wel wat ouder. Dagje ouder. We worden een beetje maar ouder. Als het moet voor het systeem, kan je nog door de hoepel springen. Ja, doe ik nog wel. Ja, af en toe nog gedwongen. Ja, flikvlak kan ook nog. Maar ik heb ook gehoord uit betrouwbare straatbronnen dat jij je ook echt keihard inzet voor de rechten van de kinderen. Ja, zeker. Klopt Want ik vind dat? Ja, ik ga daar van binnen. Mensen willen niet weten, ik ben een HSP'er, een high sensitive person. Ik voel wat anders. Ja, ik dacht dat het al iets aparts aan je was. Ja. Want toen je binnenkwam ging het licht heen en weer. Oh ja. De energie. Maar nou, jij komt dus op tegen het vreselijke verschijnsel waar we het verleden week over gehad ja. hebben. De staatskinderen die in beslag genomen worden door het VVD-tuig. Ja. Griezel Fred Theeuwens in Amsterdam is hij dus de baas van drie overal koepelende jeugdorganisaties die gespecialiseerd zijn in het kinderen wegroven van mensen uit de laagste klasse. En daar die vervolgens in die zorgmafia-industrie plaatsen. Waar we hadden gehoord van die advocaat, kennis van jou, heet die advocaat, meester Pieters of zo? Peter Prinsen. Topadvocaat, die zet zich al 40 jaar eigenlijk belangeloos in voor de rechten van de kinderen en de laagste klasse. Die vertelde ons even dat zo'n kind 80.000 euro per jaar oplevert, wist je dat? Dus er is iemand bij die ik ken, 160.000. Oh, doe maar. Nou, kassa. Ja. Jongens, we gaan beginnen met ons programma. Yes. Ik wou even, ik zal het maar even doen deze. Omdat jij, kun jij even voorbereiden, energie oplaaien. In onze rubriek Maak kennis met de Russen gaan we deze keer citeren de onafhankelijke opiniemaker Leen Kalender. Deze man is een man van ons hart van de straat. Die komt echt ook op tegen de gevestigde orde, walgelijke meningen. En wij hebben hem dus uitgeroepen tot de quote / citaat van de week in het kader van het Russisch kampioenschap wereldvoetballen in Rusland. Nou, ik ga hem nu even citeren, dus ik moet het even voorlezen. Dus hier komt hij: opiniemaker Leen Kalender, dubbele punt. Terwijl Nederland oorlogen voert en vrouwen en kinderen vermoordt in Mali, Syrië, Irak, Jemen en tax-free VVD Rutte 1,4 miljard dividend belasting cadeau geeft aan zijn gappertjes in Krijn, Unilever en niet te vergeten natuurlijk Shell, die voor 25% eigendom is van tax-free Graai King Willem. Ja, zo is het. Is allemaal niet bij te houden. Wordt het WK voetbal door de Nederlandse corporate crime media en de staatsnos en hun brol omroepen met ja-knikker Paul en pedo-schandknaap zelfverklaarde junkie Matthijs Nieuwkerk en natuurlijk niet te vergeten het gouden trio compleet te maken, de golddigger, Eva Jennik, die als je niet oppast aan tafel gewoon een mega haringgeur verspreidt om de havenklap. Ja, daar staat ze bekend om. En die zijn dus sinds dat wereldkampioenschap voetbal van start is gegaan, verleden week woensdag, zijn ze begonnen met een ziekelijke anti-Russische propaganda op het Nationaal. En er is geen programma die daar niet aan meedoet. Nou, onze dank aan de opiniemaker Leen Kalender voor deze fantastische citaat. Daar staan we 100% achter. Nou, ik zou vragen, wil jij ons volgende onderwerp aankondigen? Ja, natuurlijk. De nieuwe rubriek. Moet ik wel even een bril? Ja, kijk, we worden ouder. Ja, dat is ook een bril tegen straling, hè? Ja. Dat we niet ingestraald kunnen worden. Door al die dingen. Door die elite-killers. Ja, wat allemaal de lucht uit komt dat vallen. Dat ze je hersens aantasten, toch? Met die gen-X-gif. Ja, wat allemaal. Ja, dan noemen ze het een complot. Maar ondertussen lopen ze in Zeeland met twee hoofden. Van het gifwater, wist je dat? Ja. Kan ik beginnen? Ja, natuurlijk. Oké, schat. Nieuwe rubriek hebben we. Straat-entertainment-nieuws. We hebben de premier van... Premier.
Spreek je geen Frans? Je bent zo talent. De primeur. Ja, de primeur. De primeur. De primeur. We hebben de koep. Ja, oké, ook staatskoep. Van rapper Furious. Straight from the 106. 20 juni 2018. Ja, nou, mag ik even onderbreken? Doe het. Dit is, doe dat. Wij hebben een straathumeur, die is ons gegund. Ik raak ook in de war. Ja. Van de rapper Furious Straight. Furious Straight. En het nummer heet Straight from the 20, van 106 20. Die komt juni 2018 uit. Oké. Pak hem hier even verder. Ja, de neef. Hij van is de dus de neef. Van de neef van de vermoorde Doja, de ooit ongekroonde onderwereld volkskoning van het geweld in Amsterdam. Een oude bekende van onze underground presentator Steve Brown. Mensen, dat is natuurlijk voor de meeste jonge kijkers, alleen de oudere kijkers onder ons zullen hem zich nog herinneren. Doja was een Serviër, bleek later ook kolonel in het Servische geheime dienst. Die nauw samenwerkte toen de tijd toch met de KGB van Rusland. Die hadden toen een consulaat in Rotterdam. Ik weet het, ik ben ook wel eens mee geweest naar het consulaat. Was gezellig daar. Nou, gezellig is een ander woord met de boys. In ieder geval, Doja was eigenlijk de baas van Jotsik. Heb je er nog een keer die nog herinnerd, Jotsik? Ja. Een bijnaam gekregen, Amsterdam Jotsik. Die zit inmiddels al 15 jaar voor een aantal moorden in Belgrado in de gevangenis. Waaronder één moord op een minister waarvan hij beschuldigd wordt. Minister van Buitenlandse Zaken. Jots heb ik ook heel erg goed gekend. Jaarlang, een paar jaar lang, bijna wekelijks, dagelijks met me opgetrokken. Maar ook Doja heb ik heel goed gekend. Doja, die is natuurlijk op een gegeven moment vermoord. Kun je dat nog herinneren? In zijn huis. Ja. Dat noemen we de beruchte telefoonmoord. En hoe ging het? Men wist, als hij gebeld werd, ging hij thuis op de hoofdweg voor zijn raam staan. En dan ging hij altijd praten voor zijn raam. Dan keek hij naar beneden. Hij woonde op Driehoog. Dat wist de groep van Lange Frans. Die hebben toen de tegenpartij, dat waren in die tijd Kroaten, ingehuurd. Dat waren aardsvijanden. Je hebt ook net die ethnic cleansing oorlog gehad in Joegoslavië. Opgestookt natuurlijk door de New World Order, CIA, nou ja, NAVO, al die smeerpoetsen. Die hebben de Joegoslaven allemaal tegen elkaar opgestookt met een vreselijk bloedbad. En dan konden ze Joegoslavië lekker in stukken hakken. En dan was Joegoslavië weg als machtsfactor. Hè? Want mensen vergeten vaak dat Joegoslavië van oudsher, ook tijdens de Koude Oorlog, de enige onafhankelijke republiek was. Die behoorde niet bij de NATO en niet bij het Warschau-pact. Nou, dat zat het zootje elite-killer-ratten. Natuurlijk niet lekker van de NATO. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hij is dus, ze gingen bellen, stonden ze op de hoek. Toen hebben ze vanaf de hoek, dat is allemaal vastgesteld door de politie, hebben ze hem van buitenaf doodgeschoten. Dus toen Doja vermoord werd, toen kwam Jotsen, die volgde hem op. En die was toch 25 keer gewelddadiger met zijn groep dan Doja. En die was zo gewelddadig dat alle nu bekenden, zogenaamde grootste onderwereldfiguren, à la Holleder, Korvan, Hout, ja, je kan ze allemaal niet bedenken. Nou, als ze de naam Jotsen hoorden, dan kropen ze met z'n allen onder een tegel. Dat is echt waar, weet je dat niet meer? Ze scheten fucking in hun broek allemaal voor die Jotsen. En ook al voor Doja. Maar goed, ik wil het afronden. Een kleine anekdote, wat ik zelf altijd grappig vond, van Doja. Doja had voor de gewoonte, als je hem op de straat tegenkwam, dan was je niet blij hoor. Ik ook niet. Ja, weet je wat hij altijd zei, als hij je zag? Hi, wie geht's, mein Freund? Ja, met halve Duits. Nou, je wist, als hij je dus aansprak, en dan deed hij zijn arm zo om je heen. Wie geht's, mein Freund? Nou, dat betekende dus dat je 15% van je handel moest inleveren. Ja. Als je wilde blijven leven. Dus ik kwam hem wel eens tegen. Ik ging verder goed met hem om, hoor. Op straat per toeval, dan liep ik met een paar Pakistaanse vrienden van mij in die tijd van de MQM-maffia, van de staat ook, de Pakistanse staat. Allemaal van de staat, die grote maffia. Dat vergeten ook de mensen al. Het drugs al hoor, maar de echte dealers zijn allemaal van bepaalde staten, geheime diensten. Dat is allemaal bekend, ook bij de politie. Allemaal flauwekul, die war on drugs. Maar in ieder geval, daar liep ik met die Pakistanse maffia. Hey, dus doe je, kom, gaan we naar de overkant. Ja, later. Ja, maar dan had hij ons al geschakeld. Brown, wie goes, my friend? Mag ze toen nog wat? Weet je, vroeg altijd. Ja. Ze zei, doe, ik ben helemaal gestopt met de handel. Ik doe niks meer. Weet je, en blaast hij als je doorgelopen. Nou, afijn, even een klein intermezzootje. We gaan nu kijken naar, we hebben de primeur dus, naar de rap van de neef van Doja. Van Doja. En u kunt het hele verhaal nalezen, wat ik u net schetste, in geuren en kleuren, in
Steve Brown, drugsbaron in spijkerbroek. You can pull up in your Benzes and your Porsches. Don't mean you own this. You can pull up in your Benzes and your Porsches. But don't mean shit. You can pull up in your Benzes and your Porsches. But don't mean shit. You can pull up in your Benzes and your Porsches. Don't mean you own this. Every time when I say I do something, the whole world is trembling. But when I move some OMs lurking. Zijn jij het volgende onderwerp nog steeds in het kader van entertainment? Dit hele verhaal moet je voorlezen, maar neem je tijd. Ik weet dat je voor het eerst invalt, ik vind dat je het geweldig doet. Hebben we geknipt? Kan niet? Oké. Okay. Dat maak je zelf uit. Jij bent hier zelf je eigen baas. Ik ben de baas. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, allemaal mensen hier. Onze Kanye Joke is verhinderd en niet voor niets de allesdeskundige van de Stem van de Straat. En nu speelt ze de hoofdrol van Astrid Holleder. Ja, wist je dat niet? Dat is geheim, hè? Ja. Ik vind dat wel leuk. Ja, dat doet ze. Ik vind dat heel leuk. Klopt. In de filmserie De Schaduw, gebaseerd op het groot leugenboek van de Judas-zussen Holleder en hun mediapooier Peter R. de Vries, waar geen Judas uit de rioolprivépers over mag berichten. En vandaar dat wij dat nu even doen. Juist, wij wel. Wij wel. Klopt. Wij hebben de maling aan, toch? Altijd. Nou, we zijn van de straat. Zie hier een actiefoto van Astrid op de motor van jaren geleden. En die lijkt sprekend op onze Joke. Vandaar dat zij nu de hoofdrol speelt. Nou ja, ik hoef er eigenlijk niks aan toe te voegen. Applaus trouwens, voordat je de eerste keer invalt als co-presentatrice. Dankjewel, lieverd. Doet geweldig. Nou ja, ik heb het gezien. Er mag totaal geen rugbaarheid aangegeven worden, zoals mijn collega presentatrice allesdeskundige net zegt. Maar wij hebben als enige dus voor het eerst een foto van Astrid Holleder in haar jonge jaren. En u ziet op de foto, het is net Joke. Ja, en die was, als ik het goed begrepen heb, toen al onderweg naar Peter R. Peter R. de Vries, daar gaan we. Toen al. Mee. Ja, toen is al jarenlang. Nou ja, dat was dus even de reden waarom Joke afwezig is. En deze wil ik eigenlijk even zelf aankondigen. Doe dat, vind. Doe dat. We gaan nu naar een klein videofilmpje kijken. Vlak voor de uitzending stond hier een oude meneer van een jaar of 80 op mij te wachten. Ja, dat is typisch, hè. Ik begreep niet goed wat hij kwam doen eigenlijk. Is hij ontsnapt uit een van die bejaardentehuizen. Weet je, kan toch, maar van die PvdA-bejaardenmelker, hoe heet hij ook, Martin van Rijn, dat hij om hulp kon vragen. Maar nee, hij was een boekofiel en hij kwam speciaal helemaal uit, waar kwam hij vandaan, dat horen we zo, buiten de stad, heel reis gemaakt. En hij kwam met boek Killing Fields of Amsterdam en hij wilde een handtekening van mij. Aha. Ja, is apart, hè? Dus ja. De oudste boekenfan die ik ooit gehad heb. Kijkt u maar even naar dit filmpje. Ik zit hier momenteel live in Salto TV, waar wij natuurlijk het beste programma maken van Salto TV, maar dat weet iedereen. En vandaag is er eigenlijk iets bijzonders. Hier komt iemand helemaal uit Castricum. Die had mij gevraagd om langs te komen of mijn boek voor hem wilde signeren. Dus ik verwachtte eigenlijk iemand zeg maar uit onze straatkringen. Dat zijn mijn fans. En tot mijn verbazing zit hier, volgens mij zover ik weet, de oudste boekenfan van mij. Kunt u misschien onze kijkers voorstellen wie u bent? Ja, ik ben Cor Boven. Ik woon in Castricum. Geboren in Heiligerlee bij Winschoten. U weet het, het land van Jan Mulder en Arie Haan en dergelijke voetballers. Ik heb heel veel boeken, ongeveer 6000. En ik ben altijd op zoek naar schrijvers om de boeken te laten signeren. Het geeft een emotionele meerwaarde aan je boeken als je even de schrijver mag ontmoeten. Maar u vertelde me net even voordat we deze live gingen doen, in welk rijtje ik geplaatst word. U noemde Günter Grass. Ja, ik was bij Günter Grass in Lübeck. Gorbachev heeft een boek voor mij gesigneerd. Nou mensen, hier ga ik dus het boek. Ik ben zeer vereerd dat de oudste boekofiel van mij een handtekening wil. Het is trouwens ook een historische handtekening wordt dit. Want dit is de 350.000ste handtekening die ik ga zetten, het tekenboek. En inmiddels zijn er meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. En wordt er op dit moment gewerkt in Amerika. Hoe heet die regisseur ook weer? Hoe heet die regisseur die film die hij gemaakt heeft? Pimple Rose of zoiets?
Nou ja, jammer dat u de cameraman ook zo'n slecht geheugen hebt, net zoals mij. Ook niet veel lang. Maar in ieder geval, ze zijn op dit moment bezig om eens te kijken om een serie te ontwikkelen, Engelstalig voor Netflix en HBO, van de boeken. Een hele bekende regisseur, die ook de film van Prince gemaakt heeft, onder andere. Wat is uw naam? Cor met een K. Gronings natuurlijk. Ja, Cor met een K. Mijn opa was met een K. Ik vind het goed dat ik een foto maak. U mag doen wat u wil. Yep, dan ga jij de volgende weer aankomen. Ga goed zeg. Wacht even, op breking nieuws. Braking nieuws. Oh, braking? Ja, oh, net breking. Nee, dat zeg je ook altijd verkeerd of vijf. Je zegt ze altijd breking nieuws. Zeg je nee ook, het is braking nieuws. Ik moet het toch letterlijk doen, oké. Ja, dit is ook braak. We hebben toch breking nieuws? Ja, we hebben braak. Ja, begrijpelijk. Ik moet even hoesten van voren. Braking nieuws. Stem van de... Kan je wel je hand weer onder de shoes? Zo? Ja, geweldig. Ja, braking nieuws. Stem van de Straat en Steve Brown raken verzeild bij de Raad van State van Tax-Free Shell Graai King Willem en de oude CDA-rat Donner in een Kafka-proces in de zaak tegen de corrupte stimuleringsfonds van de gevestigde orde journalistiek. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik sta paf hoe goed jij het doet de eerste keer. Dat meen ik echt. Heb je eerder televisiewerk gedaan, misschien? Multifunctioneel zijn. Toch, ja, ik zie het. Je liegt er geen woord aan, zeg. Ik hou niet van liegen. Nee, maar je bent een geweldige, je hebt een natuurtalent. Als ja, doe maar niet. Ga hem maar lekker. Niet te veel complimenteren. Ja, mag ik ook een keer afstaan? Ja, ik hou er niet zo van. Nee, ik kan er niet zo goed tegen. Ik wil niet zo veel in de... Oké, nou ja, u kunt het hele verhaal overigens nalezen op Volksnieuws Amsterdam Noir. En trouwens, u gaat dus nu een fragment zien van een telefoongesprek wat ik gevoerd heb met een verslagen... Ja, je krijgt moordneigingen als je met iemand van die Raad van State die ik belde naar aanleiding van een Mogolenbrief die ze me gestuurd had binnen een dag. Dat ze eisen dus een aantal papieren van mij die ik gewoon niet kan leveren. Want daar gaat namelijk die hele rechtszaak over. We zijn nog geen stichting, we zijn een oprichting. Nou ja, u gaat een klein filmpje zien. Deze zaak, voor onze vaste kijkers die kennen deze zaak, die sleept zich nu al een jaar voort. We hebben dus eerst het proces gehad bij de, die rechter... de rechter J. Kruis, de allesontkenner. En die kreeg rook uit zijn ogen uit zijn oren van het liegen. En die verklaarde ons een soort van buitenaards wezen. Officieel. We waren dus geen stichting. Ja, dat heb je gehad. Nou, we waren geen stichting, we waren geen rechtspersoon en we waren ook geen persoon. Er zijn er maar twee, hè? Dus je hebt of je bent rechtspersoon, BV, LTD, VN, of je bent een natuurlijk persoon, zo noemen ze dat. Nee, dat waren wij. Wij waren een andere entiteit. Hij gaf niet aan wat. Dus die eigenlijk waren wij werden als mensen van de laatste klasse door hem eigenlijk verklaard tot buitenaardse wezens. Maar goed, kijkt u even naar een impressie van het telefoongesprek wat ik met die aardsleugenaar en oplichter had. Die griffie mevrouw. En het hele filmpje kunt u nazien op YouTube. Tegen corrupte stimuleringsfonds en in dit geval inmiddels ook de extreem corrupte pathologische leugenaar rechter J. Kruis AK de allesontkenner is beland bij de Raad van State. Wij hebben hoger beroep aangetekend. Niets verbaast ons eigenlijk meer als het gaat om klassejustitie van de heren en dames in het zwarte tuigtoga, maar toch wederom deze keer werden wij verrast door de reactie van de Raad van State op ons hoge beroep. Een paar kleine dingen. Wij hebben het hoge beroep ingesteld op 17 mei. En we kregen al op 18 mei antwoord van de Raad van State. Dus binnen eigenlijk één dag. En in het antwoord van de Raad van State, even voor de kijkers die niet ingevoerd zijn in de zwarte tuigmaterie. De Raad van State heeft als voorzitter Tax-Free Graai King Willem. Zijn positie als voorzitter van de Raad van State wordt binnen 2 jaar door zijn dochter, de supermiljonair subsidievreter prinses Amalia, overgenomen als zij 18 wordt. Moet je voorstellen, 18 jaar wordt zij voorzitter van deze Raad van State en ontvangt daarvoor slechts een kleine uitkering, tax-free, van 4.000 euro per dag. Nou ja,
Dat is één. En dan zou je denken, ja, maar ze is 18 jaar, dan kan zij toch niet de Raad van State leiden. Nee, dat hoeft ook niet. Want zij gaat natuurlijk gewoon tot haar 26e nog studeren. Dus het is een soort van nep-fop-functie waarmee zij gewoon 4000 euro per dag opstrijkt. Ik wijs u in dit verband alleen op dat er even sprake was dat Amalia zou gaan studeren in China. En dan kan ze natuurlijk uit China kan zij de Raad van State leiden. En de vicevoorzitter, die dus eigenlijk de echte leiding, de echte dagelijkse leiding in handen heeft, is de, ja, de, kan wel rustig zeggen, in onze kringen van de straat, de al onberuchte, meest extreme oude CDA-rat Donner. Die is dus de vicevoorzitter van de Raad van State. Nou, lekker zootje. En we hebben ook menigmaal over deze wan- en misdadige toestanden gepubliceerd op Volksnieuws Amsterdam de Waar. En natuurlijk in onze uitzending in de Stem van de Straat. Dus helemaal onverwachts is deze bizarre reactie die wij kregen van de Raad van State. Binnen één dag, moet u zich voorstellen. Je dient het in op 17 mei. En er ligt een dossier onder van een paginaatje of 200. En dan krijg je de volgende dag op 18 mei al antwoord. Nou, dan kan je dus nog concluderen dat ze het hele dossier niet gelezen hebben. Nou ja, wij gaan dus nu even die mevrouw bellen. En vragen of ze zich, laat het zo maar even noemen, netjes vergist heeft. En alsnog deze zaak naar behoren wil laten voorkomen. Zodat een rechter hier een uitspraak kan doen. Ten meer, onze hoofdgrief was natuurlijk, dat notabene rechter J. Kruis, AK de allesontkenner, ons tegen onze zin, want wij wilden dus gaan procederen als belanghebbende in deze, maar vond dat wij moesten gaan rechten als stichting in oprichting. Nadien, in zijn eigen vonnis, verklaart hij ons niet ontvankelijk, omdat wij volgens hem geen stichting zijn. En ook geen stichting in IO-oprichting zijn. Nou, maller kan het natuurlijk niet. Wat wel natuurlijk, die buis zagen wij wel hangen, van begin af aan, dat we geen schijn van kans hadden met deze zaak in Banana Fraude Nederland, van Tex Vier Rutte en co. Dat we met deze zaak terecht gaan komen bij de Europese Hof van de Rechten van de Mens. Nou, we gaan nu even deze labber, deze rat in een pak bellen van de gerechtelijke macht. Ja, dat heb ik meer gehoord. Oké, dank u wel voor uw tijd en moeite. U kunt aanstaande maandag staat dit gesprek, wordt het gesprek uitgezonden op Salto TV Amsterdam. En daarnaast komt het op YouTube. Al die little kijkers, zoals zij, al die little junkies. Kunnen we weer beginnen? Ja, kunnen we weer beginnen? Dus jij zegt, nee, er gaat een bel. Oh, nee, jongen, het is echt... Hé, de bel gaat, wat is dat dan? Nou, dat weet jij niet, maar dat is inloopspreekuur voor noodgevallen. Noodgevallen? Ja. Oh? Oh, u komt op inloopspreekuur. Ja. Mijn naam is Brown, ingenieur. Ik ben Mark. Sammy. U weet, inloopspreekuur is eigenlijk alleen voor noodgevallen. Hè? Ja. Voor mensen die met acute problemen zitten. Maar goed, zeg maar. Ik zit in een acuut probleem. Wilt u misschien even dit aan de kijkers laten zien? Dat vergeet u terwijl u binnenkomt. Misschien voor de camera. Even naar voren lopen. Kunt u even naar voren lopen? Kunt u? Ja. Dat het goed te zien is voor de kijkers. 300 maar als jaar ik het goed uitgaan. Zie, oh, wat leuk. Heeft u een verhaal van 300 jaar? Dat is toch niet echt een noodgeval, of wel? Mag u bent er nou toch gaan zitten? Vertel. Ik vind het wel leuk. Ook 28 wie bent u? Laten we daar eens ik ben Mark. Oké, Mark. Ik woon al 25 jaar in de pijp. Ik woon al 25 jaar in de pijp. En ik vertel verhalen over de buurt. En dat doen we op 28 september. Doen we dat over uitgaan in de pijp. Vanaf 1700 tot nu. De mooiste verhalen over herbergen en hipsterbars. En alles ertussenin. Dus u hebt zich verdiept in de geschiedenis van de pijp? Ja. Oké, en... kunnen ze u ook ergens benaderen of bereiken als mensen geïnteresseerd zijn om u te vragen? Ik neem aan, ik zie dat u een heel mooi een soort wat is het, tablootje bij u heeft. Met programma, aankondiging. Ik heb ook zelf al gehoord, u heeft het al een keer gedaan in Café Hermans, geloof ik. Hè? Klopt. En dat was zeer geslaagd, toch? Ja, dat is de vierde keer dat we het nu gaan doen in september. Ja, ik hoor geruchten uit de pijp, ook zelfs van de juppies en sommige expats.
Dat ze het ook heel interessant vinden. Ja, dat is ook het leuke eigenlijk van die avonden. Er komen mensen die al heel lang in de pijp wonen. Misschien al 30, 40 jaar. En er nog niet uitgebonsjuurd zijn. Nee, tot sport gezet. De laatste. Door de VVD vastgoedmafia. De laatste. Ja, ja. De laatste. En dan komen de jongeren die een woning hebben van papa en mama. En die eigenlijk alles willen weten over de pijp. De Kens en Barbies. En die komen allemaal bij elkaar. Op dit soort avonden, en het bij Café Hermes. Ik hoor dat het heel gezellig is. Ja. En mensen vinden het wat heel... Wat kost dat dan eigenlijk daar? Wat zeg je? Wat kost dat dan? De avonden zijn gratis. Gratis intake. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Dus wilt u als oude pijpbewoner een jup aan de haak slaan? Letterlijk of figuurlijk? Dan moet u bij deze avond... ja. Hey, nou man, had je nog iets toe te voegen waar mensen jou kunnen boeken of iets dergelijks? Ze kunnen gewoon naar Café Hermes komen of kijken op... En wanneer? Facebook. Wanneer ook weer? 28 september om 8:30 op de Centuurbaan 55. Okay. En je hebt ook een Facebookpagina? Ja, dat is, de Pijpverhalen. De Pijpverhalen. Nou ja, sorry dat ik het kort moet houden, maar dit is eigenlijk een inloopspreking voor mensen met acute problemen. Ik vind dit toevallig interessant, want wij komen ook uit de pijp. Ik ben ook geboren in de pijp, getogen en geboren, dus vandaar. Maar het is eigenlijk niet, ons inloopspreking was eigenlijk niet voor dit bedoeld. Dus ik moet maar u vragen. Maar ik vond het wel leuk. We vonden het wel interessant. Ja. Succes met uw projecten. Dankjewel. Dank u wel. Nou, dat was even een tussendoortje. Ja. Ik denk, inloopspreking is meestal mensen met problemen. Ja, dat wist je niet. Oh, wij hebben als enige hebben wij een tv-inloopspreekuur. Oh, wat leuk. Net als bij de huisarts volgens om 8:00. Oh, wat leuk. Dus mensen die echt met een acuut probleem zitten, genaaid worden weer door het systeem. Oh. Enzovoort, die kunnen bij ons onaangekondigd zonder afspraak altijd terecht in hun probleem kwijt. Oh, leuk. Wij zijn de enigen die het hebben. Ja. TV-inloopspreekuur voor mensen met nood. Ik heb ook nog wel wat dingetjes, maar... Ja, maar je zit hier toch nu? Ja, ik zit wel. Kom je andere keer op het spreekuur? Ja, ik kom op het spreekuur. Nou, we gaan even verder. En waar zijn we gebleven? Even kijken. Ja, dat is deze. Wat moet die? Gaan we doen? De volgende, ja. Oké. Okay. De schaamteloosheid van Rutte kent geen grenzen. Mijn Zijlstra als... Dat zijn Rutte, hè? Rutte, dubbele punt. Dubbele punt. Oh, dubbele punt. Ja. Die staat erachter, ja, sorry. De schaamteloosheid van Rutte kent geen grenzen. Dubbele punt. Juist. Mijn Zijlstra als NL... Leugen bewindvoerder van de corrupte Wereldbank. U kunt het hele verhaal nalezen op Volksnieuws uit de Amsterdam Noir. Nou, ik zal even door het haar komen. Het is allemaal van hetzelfde, uit hetzelfde verrotte, corrupte vaatje. Maar ik weet niet, je hebt meegekregen verleden week. Het lekte uit van mensen die eigenlijk echt verontwaardigd waren. De buitenlandse diplomaten en zelfs die CDA-minister Woekers of Woebes. Die ook een eerste klasse corrupte rat is, maar die vond het te ver gaan. Rutte wou dus dat die Zijlstra, die halve Zijlstra, kun je nog herinneren? Ja. Die aartsleugenaar die jarenlang beweerd had dat hij in de Dasha, dat wordt inmiddels ook de Dasha Gate genoemd, dat hij daar een gesprek had afgeluisterd, kun je nog herinneren? Met gevaar voor eigen leven. Een Russisch gesprek, want Poetin spreekt natuurlijk in zijn dasje alleen Russisch. Nou ja, hij kan niet eens Russisch verstaan, die boerenkinkel. Zoon van een corrupte regisseur over ons, die Zijlstra. En hij heeft jarenlang lopen beweren dat hij een gesprek had opgevangen. En dat Poetin daar stond te vertellen dat hij de Baltische staten... Ja, moet u zich voorstellen, de Baltische staten. Nou, dat zijn al die drie staatjes, Latvia en Finland. Volle neonazistaatjes geweest, wist jij dat? Die hebben allemaal meegevochten, allebei de Waffen-SS... Allemaal meegevochten met de nazi's tegen de Russen en de geallieerden. Dat de Russen daar een inval gingen doen. Nou ja, ook toevallig verleden week was die Bolle weer. Die Bolle reisking voor ons. Die Bolle. Ja, die Bolle. Die tax-free guy king Willem, 25% eigenaar van de Shell. En natuurlijk ook die plukje meegepakt van die 1,4 miljard dividend cadeau van Rutte. Die was daar dus in die Baltische Staten. Nou, kijkt u heel even naar hier een filmpje van... Estonia was nog elk jaar de Waffen-SS op straat herdenken. Dat is zo smerig. Kijk even dit filmpje. Over 1,000 people in Latvia have gathered to pay heroes' honors to SS veterans in a controversial annual march. Many condemn the rally as glorifying Nazism, worried about it inspiring nationalistic youths. Despite that, it's got support at the highest political level, as Jacob Greaves reports. There's been decades of change since a world where Nazi Germany dominated. Despite their bloody legacy, in some quarters of Europe, their views still have an audience.
Now the Jews are crying about the Holocaust, but between 1940 and 1941, they worked for the Bolsheviks and killed many. I think they received what they deserved. This is as 1,500 people gathered to officially commemorate those who fought alongside Hitler's armies and joined the Waffen-SS, the meeting stoking fears of a neo-Nazi resurgence in Latvia. We cannot be silent when the people honoring the memory of the Nazis and of the Waffen-SS are marching in the street of a member of the European Union. It was a military force formed in 1943 from volunteers and members of the disbanded Latvian Auxiliary Police, responsible for the mass killing of Jews. Concerns have been raised about these public displays, particularly when the message is being heard by today's youth. This image of Latvia's youth lining the streets to welcome in veterans commemorating Legionnaires' Day is one that has become commonplace. It's also something that's increasingly worrying observers who fear it may represent a rise of the far right. Those same commentators are asking why this message is being supported at the very top of the country's leadership. Latvian President Andris Bērziņš has argued it is foolish to assume that Waffen-SS veterans are criminals, saying they deserve the public's respect. It's a stance that has many opponents worried by the direction the country is headed. Echoing such sentiment, anti-fascist groups gathered nearby in a protest to the annual march. The recognition of the Latvian SS unit has been slammed by the European Commission against racism and intolerance, but no action has ever been taken to stop the parade. It's a growth most apparent in marches that celebrate those who others strongly condemn, accompanied by personal messages such as this one made at a Latvian TV station. They stand as a striking image of Europe's lingering past, one that could have an increasing impact on its future. Jacob Greaves, RT, Riga in Latvia. Nou ja, daar was die dikke king dus en die riep daar van de balken, die jaste ze van de ene naar de andere dood, denk ik. Dan liep je daar in de rondte. Iedereen weet, toen het eerste schot viel tijdens de Tweede Wereldoorlog, weet je nog, zaten ze met z'n allen op een... Nou, ik was er toen niet hoor. Nee, maar het staat ook in de geschiedenisboeken, misschien heb ik het gelezen. Ja, ook zes wel filmpjes van. Dat wel. Er was nog wel. Geen schot gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die hele familie van hem, die zat al in Engeland met het gestolen goud en doorgereisd naar Canada. Nou ja, die stond daar bij die erewachten allemaal van die halve nazi's. En toen riep hij, Estonia en de Baltische Staten zijn van nature Nederlandse bondgenoten. Nou, dan heb je natuurlijk niet, praat hij niet namens mij. Snap je? Nee, dan praat hij wel. Maar hij liegt ook eigenlijk niet, want hij spreekt namens de Nederlandse killerelite. Die zijn ook natuurlijk allemaal fucking NSB en Waffen-SS geweest. En nog. Maar goed, wat was er aan de hand? Hij vond dus nu wel dat zijn gabber in crime, Halbe Zijlstra, ik geloof nog geen 3-4 maanden geleden, als een leugenhond door de achterdeur de Tweede Kamer uit afgetreden als minister. Ja, toch, dat is schandalig, dat is gewoon gênant. En die wilde die nu al een baantje gaan bezorgen bij de Wereldbank. Nou, ik kan je vertellen, weet je wat ze verdienen bij de Wereldbank? Ik heb het even opgezocht. Huh? Wat denk je? $500.000 per jaar, belastingvrij. Oh, ook dat nog? Ja, natuurlijk, je werkt in het buitenland. Oh ja. Dan krijg je nog een onkostenvergoedingregeling erbij, waar de mensen van de bijstand, ja, die kunnen daar niet eens van dromen. Ook de mensen die een gewone baan hebben. Want ze vliegen alleen maar eerste klas hotels, eerste klas auto's met chauffeur, alles is betaald. Dus dat komt er ongeveer neer gemiddeld op nog eens een keer bovenop die 500.000. Die je dan als tax-free salaris krijgt, voor niks doen natuurlijk, op stoel zit. Komt er nog €300.000 onkostenvergoeding per jaar bij. Belastingvrij. Nou, kan jij niet zo'n baantje voor mij regelen? Ja, ik heb niks te vertellen. Dan moet je bij Rutte zijn, snap je? En consort. Nou ja, dat baantje had hij dan even in zijn gedachten voor deze fucking aardsleugenaar. Ja, maar dan halen we hem onderuit meteen. Ja, maar het is uitgelekt, dus dat ging waarschijnlijk niet door. Maar je kan nagaan, waar haal je de brutaliteit vandaan? Dus iemand normaal. Wordt betrapt op keihard liegen. Oorlogshitsen, ophitsen tegen Rusland en Poetin. Net als in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Optrekken naar het Oostfront, kom bij de Waffen-SS. En dan binnen 3 maanden een topbaan. Ja. Terwijl de gewone man, als hij op een formuliertje voor zijn verzekering,
voor zijn uitkering, voor zijn belastingetje. Ja. Eén letter verkeerd invult, daar kun je niet uit te leggen. Ja. Dan krijg je 100% boete. Ja. En dan pakken ze je aan, dan helpen ze je de hel in. Ik blijf er kwaad aan worden. Ja. Dus dat was dat. Nou, we gaan nu krijgen we. Ja, nu die moet ik even zelf aankondigen. Ja, nu moet je. Jij bent daar een hele grote fan. Ja, van. Ik vind hem leuk. Ja, hè? Top, ik, hè? Ik vind hem leuk. Ik vind hem ook geweldig. Elke keer verbaast hij me weer, jongens. Ik vind hem leuk. Is hij top of niet? Ja, vind ik wel. En hij ziet er ook goed uit, hè? Zeker. Voor zijn leeftijd. Zeker. Maar hij is al dik in de 50, hè? Bedoel ik. En dan vind ik toch dat hij er goed uitziet. Nou, de vaste kijkers weten natuurlijk over wie we het hebben. Ja, we hebben het hier niet over George Clooney, die smeerpoets. Nee. Die de White Helmet film stiekem heeft geproduceerd voor de CIA. Ja, dat weten de mensen ook allemaal niet. Nee, we hebben het hier over onze eigenste, de onnavolgbare Jerry Turner X. De Amsterdamse, de Amsterdamse vrije kunstenaar en musician. Die gaat voor ons Vincent van Gogh in Portugal. En zonder subsidie. Live, hè? Helemaal live altijd. Top! Hallo, dit is Jerry Turner X, Music in Land. Met een nieuwe aflevering van de Magic on the Road Trip. En ik begin zo langzaam te geloven dat ik een fonteintrip heb. Echt een fonteinkick heb ik. Ik ben gek op fonteinen. Speciaal in het warme land. Heerlijk verkoelend. Heerlijk fonteinwater. Heerlijk om mee te beginnen. Tot zo. Zo, ik heb weer een Mexicaans plekje gevonden. Kijk eens of het een mooie grot dit is. Ik vind het echt weer een heerlijke plekje waar ik me even terug kan trekken. Hier ontdaan van de toeristen. Ik zie niemand hier. Kijk die gewelven hier zo. Wat een mooie grot dit is. Kijk eens even. En ze hebben nog een steentje voor me achtergelaten van de Rolling Stones. Oké. Dit is jeugdsentiment. Ik ben nu in het kasteel van Ivanhoe. Ivanhoe, Ivanhoe, Ivanhoe. Zo op de paard gaan wij verraad met Ivanhoe. Jerry Turner X wordt weer kiet in het kasteel in Portugal. Oké. Zo, ik heb zojuist even een virtueel balletje getrapt, want hier in Portugal zijn ze helemaal gek van het WK voetbal. Zoals u ziet staat ook op de kranten hier zo. Ronaldo, groot op de kranten allemaal. Iedereen heeft erover, zijn helemaal opgewonden voor het Portugese elftal, voor het WK. Dus af en toe zal ik u terroriseren met voetbalnieuws tussen mijn reportage door. Ronaldo, tot zo! Zo, ik heb hier weer iets mysterieus gevonden. Kijkt u eens naar deze twee mannen hier zo. Ze dragen iets, maar er ligt niets op. Het is een beetje islamitische denktoestand hier. Maar het geeft wel rust. En dit is weer zo'n plek waarvan je denkt van, waar vind je dit op de wereld? Palmbomen, blauwe lucht, denkende mensen, lopende mensen. Ik vind het ook dit weer heel erg mooi. Kijkt u toch. Hallo beste kijkers, kijk nu toch weer eens. Een biertje gewoon. Superbok biertje, ik noem het Superrock. Ik sta hier gewoon bij de Spar. 30 graden, helemaal top hier zo. En dit biertje kost 1 euro. Moet u kijken, zit u in Nederland in de stank. Op uw terrasje betaalt u 3 euro. Ik betaal hier 1 euro van. Daar word ik toch echt vrolijk van. Kijk, ik ga er helemaal van dansen. Oh, leven Superbok, Superrock, yeah! Portugal Spiripiri, hier worden alle kippen gebraden. Door deze meneer hier. Hola. Hallo. Deze meneer, voor de foto. Ja? Hij is zo druk. Deze vriend.
He's very good. All the chicken doet hij. Obrigado. Hij is zwart geblakerd. En toen zeg ik in Nederland dat je er kanker van krijgt, maar hoe ziet het? We leven nog. Tot de volgende keer. Dit was Jerry Turner X in de stam van de Piri Piri. Even kijken, wacht even. Ik vind het top. Nou, nok. Nok nu. Oké, we gaan verder. We gaan even verder, ja? Ik vond Jerry hartstikke leuk. We gaan even verder. Word wakker nieuws. Word wakker. Wakker. Pring. Deze week zendt Salto TV weer een schokkende topdocumentaire. Alles Flex. Over de Amsterdamse huizenmarkt. Een video uit. Die van ongekende hoge inzichtgevende kwaliteit is met betrekking tot de straf de arme maatschappij. Van Flex de laagste klasse hun huis en baan uit. Hij klopt niet. Overnieuw. Nee, maakt niet uit. Ik neem het wel op. Nee, hij loopt niet. Ja, je hebt het verkeerd. Maakt niet uit. Opnieuw. Oké. Even opnieuw. Zij zag hem ook. Hij klopt er niet. Je doet het geweldig. Word wakker. Ik vond Jerry leuk. Ja, dat is top. Jerry was toch leuk? Ja, word was wakker. Heel leuk. Nou, we gaan nu even word wakker nieuws doen. Deze week zendt Salto TV weer een schokkende topdocumentaire. Alles Flex. Over de Amsterdamse huizenmarkt uit. Die van de ongekende hoge inzichtgevende kwaliteit is met betrekking tot de straf de arme maatschappij. Van Flex, de laagste klasse, hun huis uit. En het graf in. Hun huis en baan uit. En het graf in, inderdaad. Wat scheelt het? Excuse me. No problemo. Oké, dank je. En het graf van het tax-free Shell Rutte regime. U kunt het hele verhaal nalezen op het Volksnieuws uit de Amsterdam Noir. Geweldig, geweldig. Nou jongens, even een heel kort zinnetje, want dan gaan we na een paar minuten kijken naar deze documentaire. Deze week zegt mijn geniale co-presentatrice al, de super, super allesdeskundige. Er is dus een documentaire, u moet hem echt gaan zien, u kunt hem zien bij Salto aan de Mend. En die heet, even, het wordt al gezegd, maar even, Alles Flex over de Amsterdamse huizenmarkt. Nou, ik heb hem met stijgende verbazing naar gekeken. Ik heb hem nog niet gezien, ik ga kijken. Ik ga kijken. Ze hebben dus tegenwoordig Vestia en De Kei, dus die coöperatie, misdaad, maffia groepen. Die hebben dus twee soorten contracten. 1 jaar, 2 jaar en 5 jaar. Heb je het gehoord? Dat zijn flexcontracten. Laat het even beperken, want ik zie direct een fragment van een stelletje. Die hebben dus die hebben niet genoeg geld, want ze zijn namelijk zelf ook flexwerkers. Hebben dus geen geld om een huis te huren. Ja. Wachttijd voor een betaalbaar huis 17 jaar in Amsterdam, zoals we inmiddels weten. Behalve als je natuurlijk vluchteling bent met A-status. Yes. Binnen 3 maanden 10 roodjes inrichting kosten, afgedwongen door Den Haag. Maar voor de gewone mensen in Amsterdam, of hier, ja, voor alle kleuren, hoor, alle rassen, want wij maken geen onderscheid. Die kunnen 17 jaar wachten. Nou, dan kom je in zo'n flexhuisje van Vestia. U gaat het zien, omdat u me waarschijnlijk niet gelooft. Dan krijg je een contract van 1 jaar. Ja. Dan kunnen ze je met een maand eruit zetten. Maar je bent er nog niet. In dat huurcontract van Vestia en De Kei staat dan ook nog dat ze een sleutel hebben van jouw huis. Moet je je voorstellen? Ja, het is echt waar. En 24/7 onaangekondigd het recht hebben om bij jou naar binnen te lopen en te controleren of je niet bijvoorbeeld een papegaai erbij genomen hebt of een hond, want dat mag allemaal niet. Maar als je toevallig een kind krijgt, wat je niet gepland hebt, ja, ze dwingen dat kan. Eigenlijk ook dat, kan. Dat kan natuurlijk, jonge mensen onder elkaar. Ja. Dus ze dwingen eigenlijk nog een soort van abortus af. Nou, nee. Ja, let op, ja. Dan moet je binnen een maand het huis uit. Hallo. Ja, en dan? Dan moet je zelf weten. Nou, dan zal je zo zien in het filmpje. Okay. Dan komt er een vrouwtje, zo'n bobo-graaihoer van Vestia, ik zie nu zo aan het woord. En dat wordt dan ook gezegd door die documentaire maken. Ja, maar u kunt dat stel toch niet op straat zetten met die baby? Nee. Er is ook nog zoiets als eigen verantwoording, zegt die stronthoer. Die van subsidie een tonnetje of 2 tot 3 nou, per jaar in de ja, mikdown zeg. En de onkostenvergoeding. Ja, kijkt u maar even naar een fragment van deze docu. Ja. Knoop het in uw oren. Alles Flex over de Amsterdamse huizenmarkt. Een must voor iedere Amsterdammer en elke politieke partij. If new housing legislation will come in place, soon the Netherlands will have 1- and 5-year contracts, making renting more temporary. With an ever-shrinking public housing stock, a new precarious class in both work and housing is born.
Kijk, tijdelijk is het nieuwe permanent, denk ik. On the labor market, it's already there for a while. Ze kunnen je naar buiten sturen wanneer ze willen en het is voor hun de meest voordelige oplossing. But now housing is increasingly made temporary. Ik was dus zeg maar nooit gedwongen om ervoor te gaan, om ervoor te tekenen. What society do we get when work and housing are both flexibilized? Wij denken dat 5 jaar redelijk is om je weg gevonden te hebben op de arbeidsmarkt en een fatsoenlijk inkomen te hebben, waarmee je dus op de vrije markt een woning kunt huren of kopen. Dat mensbeeld is dan heel echt onverdeeld positief voor hen. Van mobiliteit. Hè? Het als het ware gaan zweven. Niet meer gekoppeld zijn aan territorium of aan een baan of aan een woning. In die zin volgt de woningmarkt eigenlijk een beetje de arbeidsmarkt. Zonder dat dan de politiek en het beleid een beetje leren van de ervaring die we hebben met deze flexibilisering van de arbeidsmarkt. Omdat ze deze link niet zo zien. Maar zorgen dat het echt een compleet nieuwe norm wordt, dat hebben wij nooit voorzien of nooit bedacht dat dat zou moeten gaan gebeuren. En vanaf 2007 zit ik dus met tijdelijke woningen telkens ergens anders. Dit is al mijn vierde tijdelijke woning. Wat zij dus zeiden van als je kan kopen, dan mag je kopen. Zo niet, moet je eruit. En als je geen geld hebt, dan kom je op straat terecht met je kind. Dus ik ben niet bang dat daar een soort nieuwe chaos gaat ontstaan, omdat het gewoon heel duidelijk in de wet staat wat je rechten zijn. Wij willen huizen, geen Maseratis. Ik heb een paar keer gebeld naar jullie om te vragen van kunnen jullie verlengen, kunnen jullie wat van me betekenen? En de laatste keer dat ik heb gebeld werd er keihard tegen me gezegd van kun je kopen, dan ben je welkom, kun je niet kopen, dan moet je eruit. Dat is toch ook niet menselijk om dat tegen iemand te zeggen. Weet je wel wat dat doet met een persoon? In episode 1 of The Future of Work, we are in the Netherlands to investigate what are the limits of flexibility? Schokkelt dit? Ik vind het echt. Ja, je gaat niet meer normaal kijken. Van, ja, het is nog... Ik krijg vlekken van mijn ja, maar het is nog heel erg. Veel ik krijg erger. Vlekken van ja, mijn zool. Als je die hele documentaire ziet, inmiddels is 30-40% van de sociale huizenmarkt is flex geworden. Nee. Ja, en weet je, ja. Er zit ook nog in die documentaire zo'n VVD-aap. Weet je wat die zegt? Nee, weet je wat die heel normaal, hè? Die wordt ook geïnterviewd en die zegt dan... Ja, als mensen het niet redden, want je mag gewoon maximaal 5 jaar in zo'n flexhuurcontract zitten. En wie het niet redt in die 5 jaar, die rot maar op. Maar wat niet redt? Wat niet nou, redt? Nou, dat je niet een goede zeg maar, juppenbaan gevonden hebt, ICT'ertje, Prins Bernhard, maffia vastgoedhandelaar. Of een Prinses Mabel, aandelen van 200 miljoen in je MGDOT. En een omdat huis je bevriend, van 2500 omdat je juist, omdat je bevriend bent met die supermaffia elite gangster George Soros. Nou ja, dat werkt. Dan zegt hij heel koud. Nou ja, mensen die het in Amsterdam niet redden binnen 5 jaar, dan gaan ze er maar uit. Op ja, transport naar de provincie. Waar zijn nou de normen en waarden tegenwoordig? Die zijn er niet meer. Die zijn al lang afgeschaft, 10 jaar geleden. Nou jongens, we gaan even verder. Dit is het laatste. Oh, één na laatste. Eén na laatste. Ja, wat krijgen we dat nog? Nieuwsdoof. Ze doet het geweldig hoor. Echt waar. Nieuwsdoof. Nieuwsdoofpot rapport. Ex-directeur Ruf. Ruf? Ja, zo heet ze. Ja, geen scheet hoor. Ik dacht ook eens een Duitse naam. Dus heb dat... ze, denk je, heb ze een Ruf gelaten? Een Ruf. Ja. Ze oud gezegd voor de scheet. Ex-directeur. Een Ruf. Die laat een Ruf. Ex-directeur de Ruf. Duitse Ruf. Die pan van de gezien. Ex-directeur Jesus Ruf. Stedelijk onschuldig. En dus gaan Grapperhaus en Ollongren ja, ook vrij uit. Nou ja, wat heel kort, we hebben er al vaker aandacht aan gegeven. Ook Jerry heeft hier een speciaal reportage van gemaakt. Die Ruf, die werd op een gegeven moment betrapt. Het was directeur van het stedelijk. Zit je een Ruf te laten? Jouw kant op. Daar hou ik een keer niet maken. Nou, die Ruf, heb je het een beetje gevolgd? Nee, hè? Het is een beetje voor de insiders, de kunstmensen. Ook allemaal oplichters, kunstmakers. Die erkende kunst. Die pakte een salarisje van een tonnetje op 5-6, hè? En dan had ze een BV'tje opgericht, je kent het wel. Ja. En daar zat ze in. En die BV gaf dat advies aan andere kunstenaars en kunstgalerie's. Ja, ja. Maar omdat zij natuurlijk directeur is, wilden ze allemaal een schilderij in het museum hebben. Want dan wordt het meer geld waard, een ja. Oude truc. Dan kon je via haar organisatiebureau, de BV Ruf, Klap BV zal ik maar zeggen,
Ja, het is toch allemaal schandalig. En ik vind het zot. Het is absurd. Ze komen overal mee weg, die ratten in pak. En dus dan hebben ze dan vastgesteld in 1 jaar, volgens het is een doofpotonderzoekscommissietje ingesteld, die natuurlijk de boel moest pappen, nat houden en de doofpot inhelpen. Want het is natuurlijk een beerput, het is het puntje van de ijsberg. En het bleek toch eigenlijk, je had dan wel een paar miljoen adviesgeld geïncasseerd, hè? Ja. Een paar miljoen moet je je voorstellen, dat zien de meeste mensen in hun hele leven niet bij elkaar, in een paar jaar tijd. Dat is voor hun niks, dat is voor hun kattenpis. Maar het was eigenlijk allemaal helemaal niet erg volgens die doofpotonderzoekcommissie ingesteld door de gemeente. Het was eigenlijk toch wel een prima rufvrouw, snap je? En die gaat vrij uit. Ja, dus dat onderzoekscommissie, ja, ja, vervolgen doen ze helemaal. Nee, maar ze was ontslagen. En het was nou onterecht. Het was, eigenlijk was het een goede vrouw en dat ze die paar miljoen on the side bijgeklust had, strijkstok, omdat ze die stedelijk museumfunctie had, waar ze al fucking miljonair mee werd. Ook werden er een paar valse schilderijtjes binnengevonden voor het eerst. Die had ze ook in de muur gehangen. Maar het was allemaal prima in orde. En dan denk je bij je eigen, ja, maar waarom zouden ze nou eens niet gewoon... Die vrouw is al ontslagen. Iedereen weet met zijn gezonde verstand dat ze de boel oploopt, tillen, roven en oplichten. Waarom moet die vrouw nou zo heel omslachten met een groot rookgordijnrapport met dure woorden, waar geen touwen vast te kropen, dus een specialist... Loesje, peperdure advocaat die ook weer een half tonnetje kost. Die heeft ook weer 50 ruggen gevangen voor het onderzoek, als er niet meer is. Maar mag ze naar terug? Nou, dat hangt er nog vanaf. Maar wat is de clue? Kijk, de voorzitter van het Stedelijk Museum was toen de tijd, die is tegenwoordig de CDA-politieminister, die ook zo'n walgelijke rufkop. Kan ook zo, ja, je moet niet stereotyp praten, maar beide kunnen zo, zeg maar, bij de SS, qua kop dan, ik wil niet zeggen wat het zijn hoor. Maar misschien ben ik steeds een ruf te laten. Het ruikt een beetje Duits. Ja, het ruikt een beetje Duits. Nazi-Duits ruft. Nou ja, in ieder geval. Kijk, als ze haar schuldig hadden bevonden, dan is natuurlijk de voorzitter van het Stedelijk Museum is de hoofdschuldige, want die heeft de eindverantwoording. Dus dat kan niet. Ja, dus dat, ja. En die is tegenwoordig CDA-minister van politie. Die moet daar weer die doofpot dicht houden. Ze moeten elkaar allemaal dekken. Juist, in de, van voren, juist, naar het goede beweging. En, nou ja, ik ben nog niet klaar met je, want het is met een zootje, een ruftig zootje, corrupte, vies, het stinkt de uren in de wind, die rat in pak, die elite. En wie was toen de tijd de wethouder van kunstzaken? Mevrouw Olkeren. En wie is dus nu minister van de Binnenlandse Zaken die al die afluisterwetten er doorheen moet jatten? Ja, daar gaan we. Onze jonkvrouw Bilderberg Olkeren. Dus zie het voor je, als dat rapport had gezegd, ja, ze hebben de boel lopen frauderen, oplichten en noemen het vals, wat zo is. Dan hadden die twee ook hun kop verloren in Den Haag. Dus dat is heel nog van tevoren sluw bedacht. Hoe gaan we dat doen? We gaan een heel dik rapport schrijven waar geen touw aan vast te knopen is. Dat heeft de gemeente dan bedacht in overleg. Ja, tuurlijk. Met CDA-minister en de D66-minister. En dan komt er een rapport met een grote rookwolk. En dan is iedereen weer happy en iedereen kan zitten waar hij zit. Nou jongens, we gaan over tot ons laatste onderwerp. En ik wil... Nee, dat is voor jou. Nee, dat is echt voor jou. Ik vind het niet kleed, je doet het zo goed. Nee, wat, is echt het wel waar. Een leuk onderwerp dan? Kun je nu wel stoppen met die ruften? Als jij dat zegt, dan doe ik dat. Val je bijna van de stoel. Dan moet je het niet zeggen. Oké, ik zal het zeggen. En als afsluiter, van deze weergeloze aflevering... De montage van Alicia's live vlog. Hallo mensen, welkom op mijn kanaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van Alicia's live vlog. En ik ben eindelijk actief dit weekend. Is nieuws. deze week ben ik bij mijn opa en oma op bezoek. En ik ga gewoon niks vertellen. En ik laat jullie een montage zien. Summertime when
En dat was het. Dank voor het kijken. Dank jullie wel. Doeg! Hey, lieve. En mensen, tot de volgende week. Tot de volgende. Geweldig, je was geweldig. Vond je het leuk? Wil je geen ruften meer laten? Nee, ik laat geen ruften meer. Tot ziens, tot volgende week. Doei.